Jelletje van den Broeke, Mimo van Schuren, onder van de schoten Loes. En die gaan we kijken wat er gebeurt. Ik zie daar de Flying Devil vooraan gaan met al een enige voortrok, moet dat dan natuurlijk zijn. Milo van Schuren, ja, die gaat hier natuurlijk als eerste door mijn streepje heen komen. Hij wordt achtervolgd door de dame van de Christen. Met een 405 plaat is dat Roes Henny. Zij zit op 2, die zit er dan op 3. Dat is haar compagnon, dat moet Jelke van den Broek zijn die daar op die derde plek zit. Achtervolgd door de dame van Uitveldhoven van de Schoot. Maar alsnog is het de Flying Devil vooraan met de 4-4. En dat is Milo van Schuren. Zij lijkt hier de overwinning te pakken in de B-finale van de Girls 7 en 8 jaar.